Daar is de podcast voor. En ik dacht, ik ga echt de Nederlands bekendste voice-over gewoon bellen voor een aantal tips. Want ja, we gaan nu echt beginnen ook met podcast. Heb jij een aantal tips van mij die ik moet gebruiken? Of wat ik juist niet moet doen voor het inspreken in een microfoon van een podcast? Ja, het is eigenlijk zonder je natuurlijk in de vreselijk saaie techniek te hoeven verdiepen vrij simpel. Want een podcast is natuurlijk, zoals je weet, een soort beetje mini-radioprogrammaatje. Met een gastvrouw of een gastheer. Jij dan in dit geval en een aantal mensen die geïnterviewd worden of die iets komen vertellen. En als iedereen zich nou aan een soort basisregels voor microfoongebruik houdt, dan kun je eigenlijk met hele simpele middelen hele goede resultaten bereiken. Het ligt allemaal heel erg voor de hand, maar de kwaliteit van je opname die kan er echt flink van verbeteren. Het mooiste is, ik heb even snel op jouw website gekeken en ik zag dat jij voor iedere spreker een eigen microfoon hebt, volgens mij. Hè? Ja, dat klopt. Dat is later voor het monteren van de audio heel makkelijk. Jij doet alles live, dus dan is het niet zo heel, heel relevant. Maar je kan dan wel mooie balans vinden tussen de verschillende sprekers. De een spreekt wat harder, de ander die zit wat verder vanaf, de ene die mompelt een beetje. En ja. Het ene microfoon kan natuurlijk ook afhankelijk van je budget, maar dan zal je wat meer ruimte of wat meer bijgeluiden oppikken. En dat is eigenlijk waar het hoofdzakelijk om gaat, om ongewenste bijgeluiden of mensen die eigenlijk niet zo bewust zijn dat de microfoon alle geluiden oppikt, die je niet kan negeren als luisteraar aan de andere kant van de speaker. Dus dat wordt vaak al heel erg irritant ervaren. Bijvoorbeeld kraken met je stoel of kuchen of met een balpen klikken de hele tijd of met papiertjes ritselen of dat soort dingetjes. Dat is eigenlijk vreselijk irritant en je zit het niet zo snel door dat je dat doet. Nee, ik zit even te kijken, maar ik heb hier geen balpennen, dus anders zou ik ze nou meteen overboord gooien. Wel kaarsstengels, maar ja, hè, een kaarsstengels. Nee, okay, wacht, ik help jou eventjes, kijk. Oh ja, ja. De balpen, kijk, dan ga ik even lekker tikken zo met de balpen. En, ja, weet je wat het is, Jacarino? Dat is echt vreselijk irritant. Mensen die, of mensen die ongeduldig zitten te wachten dat ze denken van, ja, nu moet ik toch echt aan het woord. En door elkaar praten is ook vreselijk irritant. Ja. Hou even je pies op tot de ander uitgesproken is. En je zou daar bijvoorbeeld iets voor kunnen afspreken. Een teken bijvoorbeeld van dat je je hand opsteekt. Of dat je iemand aanwijst van, nou, jij mag straks wat zeggen. Ik heb gezien dat je wat wil. Hou het even op en zometeen dan kan je los. Okay. Je hebt ook mensen die zijn niet zo heel erg gewend om hun eigen stem te horen. Die gaan zich dan misschien wat veel focussen. Ik heb hier ook mensen in de studio die niet zo vaak hebben ingesproken. En die vinden dat dan moeilijk. Die gaan heel erg letten op hun eigen geluid. En die gaan heel geforceerd praten daardoor. Ja. Die zou je bijvoorbeeld geen koptelefoon kunnen geven. Ik weet niet hoe jij dat doet. Of iedereen een koptelefoon krijgt, of dat mensen gewoon de ruimte horen waar jij in zit. Nou, wel koptelefoon. En dat komt ook omdat, dat heeft een beetje met de techniek te maken. Ik heb een ruisfilter erop, maar je weet, zo'n ruisfilter is ook als je niet dicht genoeg praat, dan hoor je bijna niks meer. En toen dacht ik van, weet je, we gaan toch met een koptelefoon werken, want dan hoort de gast ook zijn eigen stem. En dan weet hij ook wat hij of zij moet corrigeren. Dus vandaar dat ik wel heb gekozen voor een koptelefoon. Maar het is allemaal nog in een soort pionierfase. Is dat wel een bewuste keuze dan eigenlijk van jou? Ja, het is een bewuste keuze inderdaad. Maar ik moet nog even, of het goed is of niet, daar kom ik nog wel achter naar een aantal podcasts, denk ik. Ja, precies. Dat kristalliseert toch dan wel uit. Ik zag ook dat je een mooie statieven had met zo'n verende hengel. Precies. Zo'n ding, en dat is ook iets wat heel irritant kan zijn. Als je een microfoon hebt die bijvoorbeeld midden op tafel staat, dan dreunt natuurlijk alles wat je op die tafel doet, dat dreunt enorm door in de microfoon. En dat klopt. Dat kan ook het geluid weer verstoren. Dus statieven op de grond of echt verend opgehangen microfoons, ook weer afhankelijk van je budget, want je kan het zo gek maken als je zelf wil natuurlijk. Ja. Dan ben je al een heel eind. En als je een stille stoel hebt, niet een bureaustoel die kraakt, als je achterover gaat zitten, of dat je deurbellen, hondengeblaf. Het kan ook trouwens, want ik heb dat een beetje uit zitten zoeken. Dat zijn een beetje, lijkt mij, de ongewenste bijgeluiden die ik als luisteraar naar een podcast of een radio-interview vervelend zou vinden. Maar je kan ook gewenste bijgeluiden met u, want een podcast is natuurlijk in feite dat gaat over een onderwerp. Het kan over oma's appeltaart gaan. En dan is het natuurlijk een keuken waar je de gardes en de mix soort juist wel weer charmant. En wel weer de bedoeling eigenlijk om de setting goed te krijgen. Of
als je een podcast hebt over whisky, dat je in een kroeg zit met mensen, dan hoor je ook de achtergrondgeluiden. Nou, dat weet je, dus dan dit, wel dit, weer een beetje de gewenste geluiden, denk ik. Dit verdient al een applaus, vind ik. He? Oh, dankjewel. Ja. Hey, maar, ik krijg een beetje rode vlek in mijn nek nu. Ja. Nee, helemaal goed. Hey, maar dankjewel. Volgens mij zijn dit jouw adviezen? Als het gaat om... Ja, dat zijn gewoon vrij simpele regels eigenlijk voor elke microfoongebruiker. Die als je die in acht neemt, dan ben je denk ik al een heel eind. En het is natuurlijk de mens die centraal staat. En de techniek is gewoon voor de meeste mensen natuurlijk... Kijk, ik ben een apparatuurfreak, dus ik vind dat allemaal geweldig. Maar de meeste mensen vinden dat natuurlijk allemaal doodsaai. En die vinden het daar niks aan. Dus dat moet ook zo zijn. Nou, helemaal top. Hey, dank je wel. Een echte held. Welke beroemde klus of wat van een grote klus ben je nu mee bezig, Floris? Dat, als mensen, of als mensen denken van hey, die stem komt me bekend voor. Op dit moment ben ik toevallig wat aanvullingen aan het doen voor de TomTom die ik heb ingesproken. En dat, daar ben ik onder de naam Xander bekend. Oh, geweldig. Ja, geweldig. Nou, dan... Stem Xander ook van de Siri, van allerlei andere spraaksynthese systemen. En er moet dan toch af en toe nog wat worden ingesproken. Wat ze niet kunnen synthesizen of digitaal kunnen opwekken. Dus dan ga ik daar gewoon voor achter de microfoon. Oh, slim. Dat is jij eigenlijk. Dus, ja, maar dan, maar jij geeft tenminste nog een beetje richting aan het leven. Nou ja, hè, precies. Oh, ja. Hoewel ik ook wel vaak klachten krijg van... Nou, ben jij dat? Want je stuurt altijd de verkeerde kant op. Ja. Dat ben jij. Hey, hartstikke bedankt, Floris. Echt een held. Jij heel erg bedankt, Jacarino. En een heel goed weekend. Dankjewel, jij ook. Yo, hoi. Hoi. Ja, dat was Floris. Ja. Ja, een bekende stem, hè, inderdaad. Ja, van de TomTom. Van de TomTom en een held. Dus een van mijn 200 helden. Die ik vraag wel eens om een voice-over in te spreken voor een van mijn klanten dan, hè? Als een radiocommercial of een gewone commercial hebben. Advertising heroes and they ain't stopping. Kennis is crash, knowledge is power. Advertising heroes, time for you to show it. Help you represent your brand, time to be heroic. Yeah, advertising heroes, let's go.